We gaan zo de droom van Ro Feng verwezenlijken. En dat is judo met Edith Bos. En ik ga dat proberen vast te leggen. Ik heb vandaag judo met Edith Bos en dat vond ik echt superleuk. Gewoon met iemand die bij de Olympische Spelen is geweest. Ze heeft me gevloerd, ze heeft me in een houtgreep genomen. Ik moet eerlijk zeggen, ik vond haar wel echt heel erg sterk. Judo met haar idool, Edith Bos. En met een zwarte band om, dat ze, ja, als ze zelf ooit nog eens de zwarte band zou kunnen bereiken, dat zou haar super droom zijn. En wat mij betreft kunnen alle kinderen met een handicap sporten. Dus go for it. Zelfs als je iets hebt, kan je je droom bereiken. Als iemand zegt dat ik het niet kan, dan ga ik gewoon volop voor. The future is now.